goed maken. Hoi, ik ben Elke van Veganistes Koken. Je kan heel eenvoudig een pot appelmoes open doen, maar vandaag gaan we die lekker zelf maken. Grote voordeel van het zelf te maken is dat je die volledig naar je eigen zin kan maken. In zo'n pot appelmoes zit vaak suiker en ik ga een suikervrije variant maken. Vind ik zelf lekkerder en gezonder ook natuurlijk. Dus dat ga ik doen. Verder kan je ook nog een beetje kaneel gaan toevoegen. Je kan het dikker maken of dunner, wat je zelf liefst hebt. Of afhankelijk van welk gerecht misschien dat je iets anders wilt. Dus we gaan aan de slag. Ik ga beginnen met de appeltjes te schillen. Ik gebruik daarvoor een dun schiller. Dan ga ik het klokhuis verwijderen. Ik vind het zelf het handigst om dat met zo'n appelboor te doen. Vroeger deed ik het meestal door de appels te snijden en het klokhuis er zo uit te halen. Maar ik merk met een appelboor dat ik minder van het goede van de appel ook wegsnijd. Dus daarvoor gebruik ik die. En zodra alles klaar is, ga ik het in kleine stukjes snijden. Zo op het vuur zetten en kan het al een beetje beginnen stoven. Dan voeg ik er een paar eetlepeltjes water aan toe. Dan gaat het niet aanbakken, dan blijft het ook wat smeuiger. Dan ga ik ook even met de citroen erover persen, dat er wat citroensap overkomt. Dus voor een betere kleur van de appeltjes, dat gaan we toevoegen zodra het zelfs allemaal op het vuur staat. Afhankelijk van welke appels je gebruikt, kan het zijn dat het langer of korter op het vuur moet staan. Dat kan je zelf zien als het al begint moesig te worden. Wil je het proces wat versnellen, kan je het ietsjes vroeger afzetten en met een puree-stamper, een aardappelstamper, daarover gaan. Heb je wat grove stukken, heb je graag een hele fijne moes? Dan kan je ook met de staafmixer gaan werken. Zelf heb ik het liefst als het gewoon zo van zichzelf appelmoes geworden is. Maar je kan altijd een staafmixer of een mixer gebruiken om het nog fijner te krijgen. Dus ik gebruik nu zelf geen suiker. Maar wil je dat wel gebruiken, kan je 1 à 2 eetlepels toevoegen. Of een beetje agave of ahornsiroop of zo kan je ook toevoegen. Verder kan je ook nog wat kaneel hierbij doen of wat van de citroenzesten van de schil kan je er ook nog wat geraspt in doen. Deze mogen nu op het vuur. Maar als je liever koud hebt, kan je die ook laten afkoelen. Afhankelijk natuurlijk bij welk gerecht je het gaat eten. Je kan het nu bewaren door in een pot te doen. En je kan het ook in de diepvriezer bewaren. Dan komt het na een tijdje wel er ietsjes wateriger en platter uit. Dat kan je nog wat opbinden met wat maïszetmeel. Maar zo blijft hij ook wel enkele dagen goed in de koelkast. Vond je het een leuk recept? Ga je ermee aan de slag? Laat me dan zeker iets weten in een reactie bij deze video. En dan hoop ik jou weer te zien in een volgende video. Bye!